Bij de ontruiming van het kraakpand Lucky Luik in Amsterdam braken dat jaar hevige rellen uit. Van de aanvankelijke tolerantie tegenover de kraakbeweging was nu geen sprake meer. Krakers en sympathisanten en alles wat daarop leek werden onbarmhartig aangepakt. De omvangrijke politiemacht veegde straten, pleinen en portieken schoon. Hard en onverbiddelijk. Brandende barricades gaven Amsterdam die avond het aanzien van een stad waar een revolutie had gewoed.